Ik vind het echt best goed voor. Nee, ja, we gaan heel goed komen vanavond. We zijn er denk ik wel heel erg. Aan de grond, maar het beweegt nou al. En jullie zijn net binnen. Ja. De zware jongens, geloof ik, hè? We laten het straks even goed schudden. Dat, ja, dat ligt niet op mij, hoor. Ik ben afgevallen. Dus hoeveel ben je afgevallen? Ik ben 25 kilo afgevallen. 25 kilo. Dus het ligt aan hem. Dat is dus het ligt aan hem. Ja, dus vooral zijn eerste. En nou komen jullie weer naar Lekker Kerk, hè? Ja. Wat is daar de reden nou van? Je hoorde net voor de zesde keer. Dus, ja, vertel dan, wat is daar nou de reden van? Het volkslied, hè? Het volkslied. Ja. Ja, ja. Het nieuwe Lekkerkerkse volkslied. Het nieuwe Lekkerkerkse volkslied. Zet eens een klein stukje in, want dat is... Hoempa, Lekkerkerk. Kijk. Lekkerkerk. Lekkerkerk. Ja, hoempa. Nou, dat is natuurlijk al fantastisch. Hou je stem en veel, hè? Dat heb ik de tekst. Maar wat vind je ervan vanavond om weer heel de boel op te doen? Dat is de zesde keer, dat vind ik wel. De zesde keer. Elk jaar beter, hè? Ja. Dus we horen eigenlijk tot meubilair van Francis. Ik hoop het. Nou, het is nog zo, als je zes keer komt. Ja, maar dan zitten we de volgend jaar weer als we bij het meubilair horen. Dus, ja, natuurlijk. Dat schrijf je bijna geramd, joh. Dat is toch makkelijk. Heb je een bepaalde boodschap dat je zegt waar je vanavond gaat doen of iets dergelijks? Ja, dat is sowieso een volkslied, hè? Het volkslied? Ons nieuwe liedje, hè? Ons nieuwe liedje. Ja. Wat voor nieuwe liedje? De WK. De WK-hit. Rio. WK-hit. Dat ga je vanavond brengen. Rio, here we go. Kijk. Gaan we vanavond voor het eerst doen. Voor het eerst? Ja. Dus we hebben een primeur eigenlijk. Ja, primeur. Zeker weten. Ja. Dus dat moet ik helemaal opnemen. Ja. Nou, doen we niet, want als we de tekst kwijt zijn. Dan... Nee, maar neem het niet. Ja, dat maakt er niet uit, joh. Wij zijn van dichtbij en we dichtbij. Gaan we gelijk mee beginnen straks. Gaan we mee gelijk mee beginnen, ja, dus je komt binnen ja. En je begint gelijk met WK-lied. De boodschap is vanavond de primeur, het nieuwe WK-lied van... Rio, here we go. Ja. En we moesten rustig aan doen, vanwege de sloopvergunning. Wat was er nog weer? Nou ja, eigenlijk geen sloopvergunning. Dus tijd de boel niet slot. Of laat lopen door die mensen voor het publiek. Ja, want die zijn me enthousiast. Ja, is dat zo? Oh, en jullie worden al helemaal verwacht, want ik heb daar op een gegeven moment een stuk in de. Ik zal zo een foto laten zien die op jullie staat te wachten. Ja? Heel goed.
die band op zelf wil zetten. Ja, echt niet normaal vanavond hier in Lekkerkerk. Ik bedoel, we hebben heel veel feesttenten gezien, maar dit is echt een topper hoor. Wij zijn de mensen van The Battle of Crazy Discos. DJ Andries, die staat nog even te knallen. Mijn naam is DJ Tommy, ik was verantwoordelijk voor het Nederlandstalig. Dit zijn onze prachtige danseressen, natuurlijk Astrid en Elonieke. Het was echt een topfeest in Lekkerkerk. We komen graag nog een keertje terug. Maar wat was er nou met de boksen? Heb je zo'n enkel aan Andries of zo? Nee, ik heb totaal geen enkel aan Andries. Maar de battle is, hij draait buitenlandstalig, ik draai Nederlandstalig. En dan vechten we wekelijks gewoon gigantisch tegen elkaar op. Maar je sloeg hem niet in elkaar? Nee, natuurlijk niet. Nee, het moet wel netjes blijven. En uiteindelijk moet het publiek de grote winnaar zijn. En dat lukt eigenlijk altijd wel. Want sommige mensen houden nou helemaal niet van Nederlandstalig. En andere mensen niet van buitenlandstalig. En op deze manier proberen wij al battelend het iedereen naar de zin te maken. En ik geloof dat in Lekkerkerk echt gelukt is vanavond. Het is voor jou jullie ook makkelijker werken, zeker in Lekkerkerk. Tuurlijk. Kijk, als een feest net leeg is of de mensen hebben er geen zin in, dan geven we net zoveel energie, maar dan krijg je wat minder terug. En het is een wisselwerking. Wij geven wat, zij geven wat terug. Ja, en hier in Lekkerkerk twee liedjes onderweg en het dak eraf. Ja, we willen naar de meer. Ja, en dan heb je gewoon ontvangst. Ja, super, super ontvangst. Ook de organisatie, echt alle complimenten worden keurig netjes ontvangen. Alles keurig netjes geregeld, hapje, drankje, echt grandioos. Heb je nog een boodschap voor de organisatie? Vooral doorgaan met dit feestje en zorg dat het altijd zo blijft. Gebeurt ook helemaal niks, want er is voldoende beveiliging en die zorgen er ook altijd voor dat het allemaal netjes blijft. Dus echt top lekker, kerel. Rio, Rio.
voorstaptrainer van het jaar? Ja, dat doen we over 1 optreden per jaar. Dus we gaan de voorstaptrainer. Dat is als tweede optreden. Dat is de voorstaptrainer. En dat is die Mario